Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering gaan wij het motorblok ontleden van de Generic Cracker. Dit is dus het originele motorblok van de Generic Cracker. Dit blok heeft heel veel slagpartijen meegemaakt. Je zag hoe ik ermee omging, gewoon burn-outs, vol gas, alles. Het blok heeft overleefd, maar het is nu al het einde van dit motorblok. Waarom? Hij heeft dus gebroken delen, gebroken uitlaat. Veel schade aan het motorblok, maar hij bleef wel rijden. Enfin, in ieder geval is het gewoon tijd om afscheid te nemen van dit blok. We gaan hem demonteren en kijken welke ingrediënten in dit blok zaten. Aan de achterkant van het blok zit een barst onder andere, daar waar de standaard van de scooter vast zit. Dus als wij de scooter zeg maar neerzetten op een standaard, dan zit daar de ophanging en daar zit een barst in. Dat kunnen we niet gebruiken. We gaan beginnen met het demonteren van het motorblok en als eerst starten we bij de karterkap. Ik ben de karterkap nu aan het openschroeven en tot mijn verbazing zie ik gewoon dat er nu allemaal vertanning onder uitloopt. Dat heb ik niet eerder gezien bij dit blok, dit is voor mij een verrassing. De karterkap hebben we net losgehaald en je zag dat er echt fucking veel olie uit kon lopen. Dat geeft dus aan dat de keuze die ik heb gemaakt om het blok afscheid te nemen heel goed is. Omdat die onder andere ook dadelijk was, nou, gebroken delen. Het is meer en meer en meer en uiteindelijk moet je gewoon zeggen, weet je, uiteindelijk oefening klaar, andere blok eronder. En dit laat echt zien dat dat ook echt noodzakelijk was. De karterkap is nu inmiddels af, we gaan nu de variateur proberen los te halen, ook al is die moer helemaal verrot. Kijk jongens, het is heel onder de olie. Alles is nu uit het blok. Ik heb hier de Melossifeester in mijn handen en die is helemaal versleten. Droogte scheuren staan weer dwars in de snaar. Dat ding is helemaal versleten en helemaal verrot. En het erger nog van die feester is, hij zit zelfs in de olie. We hebben hier de starterkrans en ventilator van Melossi. Dit is de andere kant van de variateur. En ook dit onderdeel is gewoon zwaar versleten. We hebben hier de variateur van Melossi, maar dan met kleine rolletjes. Ik snap niet waarom daar ooit gebruik van is gemaakt. En de rollen zijn ook versleten. Hier vlakke kanten. En deze ook versleten. Je ziet dat de Vario een slijtageplek heeft midden op de Vario zelf. Nou, dat betekent dus dat je die niet meer kan gebruiken voor de race. Je zou wel in de straatscooter kunnen gebruiken, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Want je wil geen versleten onderdeel gebruiken. Dan hebben we de koppelinghuis. Het koppelinghuis ziet er gewoon keurig uit, daar is niks mis mee. Het is de stage 6 koppelingshuis. Wel echte Melossi pulleys, voor en achter. En de Melossi Delta Clutch koppeling, die zien er wel goed uit. Goed, dat zit er nu ook op. We gaan nu de vertanding loshalen en kijken hoeveel schade daar tegenkomen en waarom die daar precies lek is. Moment van de waarheid jongens, alle buikjes van de vertandingsdeksel zijn eruit. We gaan nu een paar tikjes geven, kijken of hij loskomt en kijken waar die schade zit. Dit is wel een gelagerde vertandingsdeksel, dus dat is positief, want daardoor heb je gewoon meer power. Dat je minder weerstand hebt. De pakking die is gewoon helemaal kapot. Zie je dat? Die heeft gewoon helemaal niet goed vastgezeten. Dus gewoon door een lekke pakking en kapotte bouten, want deze baas is bijvoorbeeld helemaal losgetild en kapot en beschadigd. Is alles lekker gegaan. En de tandwielen zien er wel keurig uit. Gelukkig maar. Het vertandingsdeksel is trouwens gelagerd. Een gelagerd vertandingsdeksel is altijd beter omdat je dan minder rolweerstand hebt. Ik ga nu de adem loshalen en de uitlaat, dat is een detail, want die heb ik verleden keer al vastgezet met slangenklem omdat die al afgebroken was. De tussenstand voor zover, we hebben het even uit losgehaald en we gaan nu beginnen met de ontsteking. Het is een Melossi ontsteking, we gaan het even loshalen en kijken wat de staat daar nog van is. Hij ziet in ieder geval er goed uit.
De resteken is ook los van Melossi. En je ziet dat de tandjes een keer schade hebben gehad, zie je dat? I'm like, yeah. Trying to come over for the night, yeah. Baby, let me know if it's alright, yeah. Tot slot jongens, de MAS Slinder 77. We gaan nu loshalen en kijken in welke staat hij nog verkeerd en in de gebruik. Maar voordat ik het doe, haal ik eerst de koelvoet op slangen. And mix it with that vodka. I ain't gotta call ya. I'ma pull up on ya. Wake up every morning and I'm feeling like I saw ya. Go to sleep at night like baby let me put it on ya. And I ain't gotta lie, I'm ready to get to you. Ready to get to you. I've been dreaming about your kiss since last night. Do you think that I could get you back up because I... Je zag dat er kwam een beetje roestwater uit. Dat komt ook omdat in de racerij je niet met koelvloeistof mag rijden. En dan nu het echte werk. Dan gaan we. Niets aan het handje. Het ziet er echt keurig uit. Nee, het valt me echt alles mee. Het valt me echt alles mee. Ik had het niet verwacht. Ik dacht dat het veel slechter zou zijn. Maar hier word ik blij van. Ik had eigenlijk verwacht dat ik hele dikke banen zou zien. Misschien een dikke kras of zo. Maar dat is allemaal niet te zien. Dus dat is heel erg mooi. Het zuigertje zelfs heeft eigenlijk nauwelijks een veeg. En dat had ik eerlijk gezegd echt niet verwacht, omdat het beestje al zo oud is en eigenlijk nooit echt goed op peil is gehaald. I've been dreaming about your kiss since last night. Do you think that I could get you back up because I need it again, again, again. De vertanding die nog in het blok zit is eigenlijk goed, dus die ga ik er ook uithalen. Daarvoor haal ik eerst het achterwiel los, dan de remklauw en dan tik ik zo de vertanding door de deksel heen. For the night, yeah. Baby, let me know if it's alright, yeah. I was thinking I could bring a Sprite, yeah. And mix it with that vodka. I ain't gotta call ya. I'ma pull up on ya. Wake up every morning and I'm feeling like I saw ya. Go to sleep at night, like baby, let me put it on ya. Het blok is nu helemaal kaal. Ik haal de bok eraf, want de bok die kan natuurlijk ook gewoon verkocht worden voor onze volgende video. En dan is het blok gestript en kunnen we hem gaan weggooien. Dit blok gaan wij nooit meer gebruiken. Dit blok willen wij ook niet verkopen, want dit blok is gevaarlijk. En waarom gooi je hem weg? Omdat het blok zo erg slecht is. Gebroken delen, schade, geslepen delen. Nee, niemand moet dat blok hebben. Gewoon weggooien. Lieve mensen, bedankt voor het kijken naar deze video van Volgens met Joey. Ik hoop dat je een leuke video vond. Wil je weten welke onderdelen nou precies onder zaten? Check dan in de beschrijving van deze video welke onderdelen eronder zaten. In onze volgende video kun je zien hoe wij al deze onderdelen die hebben losgehaald gaan verkopen aan volgasten. Voor echt bodemprijs, voor tientjes werk. Als je mij op Instagram volgt, @joeyschade, dan kun je ook zien dat ik die spullen aan heb geboden. Heb je me niet gevolgd, dan heb je het helaas niet gezien en geen kans gemaakt om die spullen te kunnen kopen. Daarom is het dus belangrijk dat je mij ook volgt op Instagram, @joeyschade. Lieve mensen, vond je het leuk video, duimpje omhoog. Abonneer op Volgens met Joey en druk op het belletje en dan op alle notificaties aan. Dat je dat doet, ben je altijd de eerste die het ziet. Als ik dus bijvoorbeeld iets ga verkopen of live ergens ben of iets dergelijks. Je wilt het niet missen. Lieve mensen, share it there, telling us. Tot de volgende.